doel. Ik volg graag de politiek en zeker ook online. En ik ben er trots op dat we een heel goed politiek panel hebben. Drie mensen die op hun eigen wijze vernieuwend zijn. En ze vormen nog de regeringscoalitie ook. Ik wil graag vragen Arie Slob hier te komen. Hugh Korteborst en Martijn Verdam om met mij een panel te vormen over de politieke weblogs en wat politici doen met hun weblogs. Fijn dat jullie zijn. Ik ga een beetje zo zien, want dan kan ik jullie gezichten zien. Ik kwam jullie wel eens vaker tegen, maar het is toch prettig om in het gezicht te kunnen kijken. Ja, eerst maar eens even de korte introductie. Arie Slob, ik ben midden, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Waar zit je nou liever, aan de tafel bij de informateur in Beesterswaag of hier aan deze tafel? Een beetje verandering op de tijd is nooit verkeerd. Dus ik heb daar wel van genoten, maar ik zit hier ook met veel plezier. Ik heb anderhalf uur zitten luisteren. Ik ben er gewoon wel een beetje pijnlijke wijze achter gekomen dat ik geen twintiger meer ben, maar ook geen dertiger, maar een veertiger. We gaan hier zoveel dingen langs die voor mij nou nieuw zijn. Dat is een paar laatste verhaal ook. Maar heel aardig om daar een en ander van mee te krijgen. Ik kom er ook achter overigens dat techniek, ook nieuwe techniek, soms letterlijk voor niets staat. En dat is ook een hele interessante ervaring. Martijn, jij was jongste Kamerlid, ben je dan uit nog steeds? Nee, ik kan niet. Jammer is dat. Maar ben je nog wel het Kamerlid wat het meest doet met Web 2.0? Dat betwijfel ik ook. Maar ik kan me zo ook niet snel een voorbeeld bedenken van mensen die heel veel meer doen. Er zijn wel mensen die ook wat dingetjes met video doen, daar ben ik nog steeds niet aan toegekomen. Maar ik bedoel, nu valt het al mee, maar er komt natuurlijk een generatie aan, waarschijnlijk bij de volgende verkiezingen, die nog veel meer met internet heeft dan mijn generatie. Maar ik bedoel, ik heb mezelf ooit in mijn medespeech, mijn eerste speech in de Kamer geïntroduceerd als het eerste lid van de internetgeneratie. Ik had net een definitie gevonden waarbij ik er nog net onder viel. Dus die heb ik toen aangehaald. Maar er komt natuurlijk een echte internetgeneratie aan, die... Ja, die is echt dus opgegroeid met internet. Ik neem ook aan dat die er anders mee om zullen gaan. Okay. Maar wat ga je daarmee doen, zeg maar, als je dat aan ziet komen? Zeg je dan van, dan ga ik in de komende 4 jaar in mijn woordvoerderschap toch weer extra accent op leggen? Ik zou willen dat het kon. Ja. Zeg ik heel eerlijk. Ik zou er veel meer mee willen kunnen doen. Wat houd je dan tegen? Wat tijd. Voor de... tijd. Puur tijd. Gebrek aan stap. Ik bedoel, dat realiseren mensen zich bijna nooit, maar we doen al het werk alleen met één FTE ondersteuning daarnaast. En ik weet niet of het in de kleinere fracties die nog minder is. Maar dat is de situatie bij ons. Dus ik heb dus een halve secretaresse en een halve inhoudelijke assistent. En daar moet ik alles mee doen. Ik doe nu buitenlandse zaken. Nou, in Nederland heeft vrij veel buitenland. Ik realiseer me soms dat als ik op internet zou doen wat ik er zou willen doen, heb ik er bijna een fulltime baan aan. Dan moet ik er gewoon bijna fulltime mee bezig zijn. En het gaat dus gewoon niet. Dus ook nog stukken lezen, debatten doen, bezoeken afleggen, wijken in, naar congressen toe, enzovoort, enzovoort. En dan ben je toch gelukkig wat nog hier. Ja, succes. Ja, heel goed. Fijn dat je dat doet. Jules, jij bent jong Kamerlid, nog heel weinig dagen. Je hebt een half jaar... vrijwilligerswerk gedaan bij het CDA en ben min of meer beloond met het Kamerlidmaatschap. Was je een soort plaatsvervangend campagneleider? Hoe ging dat? Ik weet niet of het Kamerlidmaatschap nou een mooie beloning is. Het is wel een hele mooie baan. Ik heb inderdaad ongeveer 6 maanden aan de campagne van het CDA meegewerkt. En een van de dingen die we daar met een groep van mensen hebben gedaan is op een hele andere manier die technologie gebruiken. Veel meer gericht op een jonge generatie, iets minder als uithangbord en iets meer als platform voor communicatie. Ik denk dat deze campagne voor het CDA erg goed gelukt is. Ja. Jij stuurde een team aan van 25 mensen, zeg ik dat goed, binnen dat team de online campagne van het CDA moest vormgeven. Er was inderdaad een groep van mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden. En dat waren een aantal verschillende rollen. Er waren een aantal mensen die zich met onze eigen website
hielden. Een aantal mensen die zich bezig hielden met het creëren van websites voor de Kamerkandidaten. Dat was natuurlijk een groepje van mensen die de blog van Jan Peter meemaakten. Want je begrijpt dat hij dat niet allemaal helemaal zelf heeft gedaan. En we hadden ook een team van mensen onder leiding van Wietse Bosma die onze blogactiviteiten over het hele internet managden en de lucht in konden. En dat was een vrij grote groep die daarbij betrokken was. Nou, dan komen we gelijk bij ons thema manipuleren of communiceren. Was dat zeg maar dat team, was dat manipuleren van de webblogs vanuit het campagneteam? Ik mag de scherpe vraag stellen. Ja, nee, natuurlijk mag je scherpe vraag stellen. Ik probeer voor mezelf te definiëren wat je nou als manipuleren moet. Als je bepaalde informatie op het internet neerzet, is dat dan manipuleren of is dat informatie verschaffen of is dat onderdeel zijn van de discussie? Nou, er zitten op dit moment geloof ik zo'n 40.000 jongeren op huis die de indruk hebben dat ze bevriend zijn met de minister-president. Is dat een grote partij? Ben je met die illusie? Van die illusie dus nu de grond in is geboord. Zojuist. Ze zijn jouw vriend. Het is natuurlijk... Het is natuurlijk heel erg naïef om te denken als je op Hive zit en als je je aanklikt bij de premier, dat je dan ook een persoonlijke vriend van de minister-president bent geworden. Dus ik denk niet dat die 40.000 mensen echt een idee hadden dat ze een persoonlijke connectie met de minister-president hadden. Nou, net kreeg het voorbeeld van de verzekeringsmaatschappij waarin aangegeven moest worden van wie de afzender was. Vind je dat eigenlijk dat ook dan toch niet zou moeten plaatsvinden bij huis wie achter de personen zit? Martijn gaf al aan hoe ontzettend druk en soms zelfs verward onze agenda's zijn. Ik denk dat de minister-president een nog veel complexere en veel drukkere en veel verwarde agenda heeft. Hij heeft natuurlijk ook veel meer ondersteuning. Als hij zichtbaar in het land bezig is, dan weten mensen ook best wel dat hij niet al zijn eigen speeches schrijft, dat hij niet al zijn eigen inbreng in het debat in de Tweede Kamer schrijft. En op dezelfde manier, als je dus op internet bezig bent, heeft hij niet alle teksten voor zijn eigen blog zelf geschreven. Arie, jij hebt een eigen webblog. Kijken jullie wel eens op de webblog van Arie Slob? Nu. Nu moet je dat absoluut doen. Maar eigenlijk ook tijdens de formatie, want zo kwamen wij ook weer in contact met elkaar. Op de webblog schreef je eigenlijk wat er in de formatie gebeurde en wat er thuis gebeurde. Betekent dat je die webblog helemaal zelf bijhoudt? Ja, ik weiger met co-writers te werken. Dat is me ook wel eens een keer aangeboden, maar ik doe dat gewoon niet. Ik ben er in 2001 mee begonnen. Toen had ik wat contacten met studenten en ik vertelde wat er kostte net in de Tweede Kamer iets over mijn werk. En dat waren dingen die zij eigenlijk niet wisten, omdat het dan meer achtergrondzaken waren. En toen heb ik spontaan met hen de afspraak gemaakt van ik ga het op papier zetten en ik zal je wekelijks wat toesturen. Ik wist niet wat ik toen zei, maar ik heb de belofte toen gedaan. In Drachten, ik weet het nog goed. Toen heb ik dat in eerste instantie via de mail rondgestuurd. Dat was allemaal erg ingewikkeld geworden. Toen kreeg ik een eigen website. En vanaf dat moment ben ik er dus op iedere week op de site gaan zetten. En ik hou dat gewoon vol. Ik probeer dat echt iedere week weer te doen. Het is soms wel eens lastig, maar ik heb op die manier wel... Ze zijn hier dus vanmiddag niet aanwezig, maar wel een trouwe groep lezers opgebouwd die ook echt in het weekend of de maandagochtend even naar mijn site gaan om even te kijken van heeft iemand wat te melden. Ik probeer dat ook zelf op te bouwen, dat er ook echt wel wat leuks in zit. Dat het ook de moeite waard blijft om terug te komen. Het was wel lastig bij de formatie toen ik als tweede onderhandelaar met Ron Herhaalvoet meeging. Toen dacht ik, ja, moet ik nu gaan stoppen? Ik deed echt iedere week, alleen met de zomervakantie na. Dat vond ik eigenlijk een zwakte rol. Dus ik ben wel doorgegaan. Ik ben er ook nog op mijn vingers getikt door de hoofd van de voorlichtingsdienst. Die me waarschuwde van weet waar ik mee bezig ben. Dat wist ik heel goed. Maar ik kon inhoudelijk niet al te veel zeggen. Dus ik heb wat meer dingen eromheen beschreven. En een van die dingen was dat toen we in Beesterswaag zaten. En we daar op vrijdag weggingen. En een enorme massa pers stond. En ik was al een auto ingevlucht. Ik wachtte nog even op André de Hoofdhoek. Die stond nog aan met de pers te praten. En toen ging mijn telefoon af. Toen had ik mijn jongste dochter aan de lijn en die vertelde dat het konijn dood was. Dat was voor haar een groot gebeuren. En ik vond dat zo'n contrast met wat ik daarnet allemaal meemaakte met al die pers en belangstelling en toestanden. Dus ik had het op mijn site gezet en dat heb ik geweten, want in een aantal nieuwsbladen, onder andere ook in voor Nederland, grote artikelen met een grote kop. Het konijn is dood. Niks tegen gedaan, geen advocaat gebeld, de minister van. Zo heet dat dus.
Dat was dus interessanter dan... Ik hoop wel dat je dit gewoon neemt hebt gekocht. En toen ik s'maandags weer terugkwam, toen zaten we weer op een andere locatie, we hebben wat rondgereisd zoals u misschien weet. Dat was ook het eerste wat de formateur zei, Herman Wijfels, gecondoleerd met het konijn. Ik weet zeker dat jouw werkwoord in de komende tijd gevolgd wordt. Martijn, jij had ook je werkwoord bij. En wat mij opvalt is dat je je toch binnen de grenzen van je woordvoerderschap beweegt. Algemene politieke duiding wel. Maar als ik nou zou willen weten van wat vind jij van de dijkverzwaringen, om een willekeurig onderwerp te noemen, dan schrijf je daar niet over. Is dat een soort moordes dat je binnen je woordvoerderschap, media en buitenlands beleid haalt? Nou, voor mij persoonlijk is het, ik gebruik het vooral om de dingen op te zetten waarvan ik het gevoel dat ik er iets over kwijt wil, maar over de dijkverzwaring wil ik niet zoveel kwijt, helaas. Daar vind je ook niks van. Hè? Daar vind ik ook niet zoveel van. Dat is het tweede. Ik heb mezelf wel altijd voorgenomen dat ik alleen maar mezelf uitspreek over dingen waarvan ik in elk geval nog het idee heb dat ik er verstand van heb. En me dus niet overal tegenaan wil doen. Dus ik beperk me redelijk wel tot de onderwerpen waar ik zelf mee bezig ben. En daar heb je al wel woorden te handen over. Eigenlijk meer een algemene vraag. Jullie hebben een aantal dingen net gehoord. Wat pikken jullie daar nou vooral van op van? Wat je zegt van nou, dat zouden wij nou in de politiek dus echt flink op korte termijn moeten aanpakken. Is dat de kant op van de richten? Is dat meer in de sfeer van nou, wij moeten wat toch gaan doen achter de voordeuren van de mensen? We moeten ze beter opvoeden of beter begeleiden of op welke manier. Wat pikken jullie nou van de verhalen? Op die je tot nu toe zo vanmiddag gehoord hebt. Arie, jij was het eerste binnenkomen. Ja, nou, misschien twee dingen die ik wil noemen. Ik vind dat hele vanavond die rechten wel uitermate interessant. Dus ik heb dat voor mezelf ook wel in die zin genoteerd in mijn hoofd zitten van hé, daar wil ik toch nog wat meer zelf ook maar in gaan verdiepen. Ik merk ook dat het gevoel dat losmaakt in deze zaal is echt een onderwerp. En ja, als je die ontwikkelingen ook ziet, dan kan ik me dat ook heel goed voorstellen. Dat je daar toch ook steeds meer vragen stelt, ook soms bij afspraken die je in het verleden hebt gemaakt toen de wereld er nog een heel stuk overzichtelijker en samenstekens uitzag. Het tweede wat ik... Je begint te leren als ChristenUnie, als je in de regering zit, dat de werkelijkheid soms nog ingewikkelder is. Nou, daar hoef je niet voor in de regering te zitten hoor, dat leer je bij de dag, maar ook als je dit soort bijeenkomsten bent. Het tweede is wat ik altijd al belangrijk heb gevonden, en ook met Martijn mee bezig geweest in de Kamer, en ook met Joop Asma, een collega van Jury. Dat is het hele verhaal rond de media-educatie. Dat je ook met jongeren in gesprek gaat over al die ontwikkelingen die er zijn. En, maar met hen daar ook over spreekt. En zo mogelijk wijze ook handvatten bieden om daarmee om te gaan. Ook in het onderwijs daar ruimte voor te creëren. Dat is een onderwerp dat we in de afgelopen jaren op de agenda hebben gezien. En wat nu ook in het regeerakkoord staat en verder zal worden opgepakt. Ja, mediawijsheid. Ja, mediawijsheid wordt het dan door de Raad voor Cultuur genoemd. Dat is wel een hele mooie term overigens. Overigens niet alleen voor jongeren van belang, maar ook voor ouderen. Ik vind dat echt een steeds belangrijker onderwerp wordt ook in die ontwikkelingen zo razendsnel gaan. En ik hoop dat we daar ook in Nederland eens wat meer handen en voeten aan gaan geven. Er komt in ieder geval ook geld voor beschikbaar. Dus ja, dat moet wat mij betreft echt de komende jaren gaan gebeuren. Martijn, blijf je samen optrekken met haar? Dit nog veel meer uit te horen. Ja. Maar kijk, ik ben al een tijdje met die rechten discussie bezig. Ik denk dus inderdaad dat een deel van het auteursrecht in elk geval niet overeind te houden valt op deze manier. Het is precies wat straks ook gezegd werd, hè. Zodra iets ergens online verschijnt, ja, dan kun je wel gaan bellen en zeggen haal het eraf, want het is van mij, maar op dat moment staat het al op tig andere sites. Dat is waar het over auteursrecht gaat. Dat werd ook al jaren voorspeld en je ziet het nu gewoon gebeuren, hè, dat het zo gaat. Dat betekent dus gewoon simpelweg voor mensen die op dit moment van auteursrecht leven, dat ze steeds meer op zoek zullen moeten naar andere businessmodellen. In tegenstelling tot, in plaats van dat te doen, wordt er vanuit de, met name de entertainment sector veel te veel aan de deur bij de politiek geklopt. Want de politiek moet dat probleem maar voor ze oplossen. Nou, dat gaat volgens mij gewoon, dat kan volgens mij de politiek helemaal niet oplossen. Dat gaat de politiek dus ook niet doen. Tweede probleem wat je wel ziet, is dat daar waar gewoon grote bedrijven last van hebben, daar hebben natuurlijk gewone mensen nog veel meer last van. Namelijk op het moment dat er iets over je verschijnt online, zeker wij als politici merken dat denk ik, ook al is het niet waar, het staat natuurlijk binnen
paar minuten staat het op allerlei websites. En als je dus als er ten onrechte berichtgeving over je verschijnt, dan krijg je dat dus ook niet meer weg. Dus onze risico's, zeg maar, onze risico's qua beeldvorming zijn vele malen groter geworden. Nou, dat geldt dus ook helemaal voor gewone mensen die online gaan, met name kinderen, tieners, zie je, ik vind dat die dat veel te weinig in de gaten hebben. Veel te weinig doorhebben dat als je voor je webcam uitkleedt, dat dat misschien ook wel eens binnen een paar weken overal op internet te vinden zou kunnen zijn. Nou, dat zijn ook onderwerpen volgens mij waar we echt verder mee aan de slag gaan. En daar wil je ook je collega's, daar heb je ook je collega's voor nodig. Of heb je daar zelf initiatief voor? Ja, maar dit zijn ook niet echt onderwerpen natuurlijk die de politiek van links naar rechts uit elkaar drijven. Ik bedoel, dit zijn dingen waar we het allemaal wel over eens zijn. Waarbij het meer zoeken is, nou ja, welke instrumenten kun je nou gebruiken om dat soort dingen aan te pakken. Dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Voordat ik bij jou, Sjoe, kom. Je stak je hand op je... Ja, ik had een vraag voor Martijn. Je had net al over verkeerd gequote worden en dergelijke. En over nieuwe businessmodellen voor de muziek en artiesten. Ik kan me herinneren dat je zelf ooit een opmerking hebt gemaakt over dat er een heffing op internetabonnementen zou moeten komen ter compensatie voor het verlies van inkomsten van artiesten. Ik kan me ook herinneren dat je gezegd hebt dat je verkeerd gequote bent. Misschien dat je dat nog iets zou kunnen verhelpen. Nee, daar zag je precies hetzelfde gebeuren. Namelijk dat, er was een hypothetische discussie over wat voor modellen voor compensatie zouden mogelijk zijn. En dat werd het CDA trouwens precies hetzelfde probleem. Die werden namelijk in datzelfde artikel ook zo gequote. Alsof er een plan zou zijn om een heffing op internet te introduceren. Nou, op dat moment heb ik daar alles aan gedaan om dat te corrigeren. Dat beeld krijg je nauwelijks meer gecorrigeerd. Ik heb toen op zich was... Dat is gewoon nu.nl waar dat bericht verscheen. En die waren nog wel bereid om dat iets te nuanceren, ook al niet veel. Maar vervolgens leidt zo'n bericht al allerlei websites eigen leven. En voordat je dat daar weer weg hebt. En wat nog typischer is, is dat je onmiddellijk op het moment dat je zegt, ja wacht eens even, maar dit heb ik zo nooit gezegd. Dat je onmiddellijk op allerlei websites als draaikomt wordt neergezet. Want er wordt meteen overal gezegd, ja nou neem je het alweer terug binnen een uur. Terwijl je het nooit zo gezegd had. Je laat het corrigeren en vervolgens blijft de schade. De schade is altijd voor jou. Dus dat vereist ook wel voor de, vind ik, of voor de journalistiek een veel grotere zorgvuldigheid. Terwijl ik juist het tegenovergestelde zie gebeuren. Je had straks dat voorbeeld van die jongen op dat Scheveningse dak. Bedoel, wat daar te zien is, is misschien wel nieuwswaardig. Maar het filmpje op zich, er is natuurlijk geen enkele journalistieke reden om het filmpje te publiceren. Dat filmpje vond ik overigens nog best meevallen. Er was een tijdje terug was ook een voorbeeld van... ik weet niet of je dat nou weet, maar er was zo'n moordenaar, die had een kind ontvoerd en vermoord. En die zijn dochter, die werd geïnterviewd. Die dochter die begon van alles en nog wat over de vader te vertellen. Die kwam herkenbaar in beeld. Overal. Het begon in Groningen, toen was ook RTV Noord die dat stuk gemaakt had. Vervolgens was dat overal in Nederland was dat te zien. Terwijl als je nadenkt over iemand, wat is daar eigenlijk de nieuwswaarde van? Wat is nou de reden om haar herkenbaar in beeld te brengen? Ik vind dat je steeds vaker ziet dat dat soort grenzen overschreden worden. En waarom worden die grenzen overschreden? Ja, omdat je in een situatie waarbij je zo ontzettend veel media hebt, zo ontzettend veel aanbod hebt, je moet proberen te onderscheiden. Hoe onderscheid je? Ja, op basis van iets wat sensationeel is. En waarvan mensen zeggen, nee, dat is... uiteindelijk willen we toch allemaal onze sensatiezucht kennelijk bevredigd zien. En ik vind dat je ziet echt de journalistiek steeds vaker dat ze het grenzen oversteken. En volgens mij moet je daar juist nu, juist met die veelheid van media, moet je juist veel meer in gaan halen. Sjoe, ben je daar bezorgd over dat je zo meteen op internet komt staan en een imago krijgt wat je niet helemaal zo wie vindt? Het is iets wat je altijd, waar je altijd je bewust van bent als politicus. En ik heb gewoon vanaf dag 1 voor mezelf gezegd van ja, daar ga ik me dus niet al te veel zorgen over maken. Dat is de realiteit van dit vak. Maar daarachter ligt toch nog wel een belangrijk punt wat Martijn nu ook aanstipt. Allereerst en vooropgesteld is natuurlijk vrijheid van meningsuiting een ontzettend hoog goed waar we in Nederland pal voor moeten staan. En wat we... moeten verdedigen en wat heel erg waardevol is. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zit ook een stukje verantwoordelijkheid vast, zoals aan iedere vrijheid een stuk verantwoordelijkheid vastzit. En met name op het internet vind ik dat je mensen zich soms ziet verschuilen achter de anonimiteit van het medium en daarmee misschien die verantwoordelijkheid niet voldoende zuiver wegen.
En Martijn geeft een aantal goede voorbeelden. Ik kijk wel eens naar Geen Stijl en dan denk ik bij mezelf, is dit nou, vrijheid van meningsuiting staat als een paal boven water, maar is dit nou iets wat je over deze persoon op moet schrijven? Is dit nou echt nuttig? Voegt dit echt iets bij aan het debat? En dat is de verantwoordelijkheid die hoort bij de vrijheid. En dat wil dus niet zeggen dat ik argumenteer dat die vrijheid van meningsuiting ingeperkt moet worden, maar het betekent wel dat ik pleit dat mensen die actief zijn op het internet ook daar, net zo goed als dat in andere vormen van de pers is, hun verantwoordelijkheid moeten kennen en moeten nemen. Arie, valt je dat nou ook op? Dat zeg maar die directe communicatie met burgers, dat ook wat wanneer het online gaat, e-mail eens of meer de reacties op de webblog, mensen dan veel directer zijn en veel extremer of explicieter zijn in hun standpunt. Ja, het valt me wel op dat mensen soms heel snel gaan reageren. Ik heb bijvoorbeeld pas net meegemaakt dat ik in een netwerk werd geïnterviewd en toen zei een van de technici tegen mij, wilt u uw handen niet op de tafel leggen? Ik stond achter de tafel, dus ik steek een van mijn handen in mijn broekzak. Ik had niet door dat ik ook van achteren gefilmd werd. Dus ik werd van achteren gefilmd, ik stond met mijn hand in mijn broekzak, redelijk ontspannen vond ik zelf, maar ik kreeg daar direct, ik kon het in de tijd gelijk terugzien toen ik thuis kwam, kreeg ik daar een stuk of 10 mails over binnen. Eén man was echt helemaal geschokt. Ik had zijn vrouw, met name zijn vrouw, diep beledigd. En hij eindigde de mail met flap. Ik heb hem uitgeprint. Heel bijzonder, maar goed, hier raak ik niet zo geschokt van, maar het is wel een voorbeeld van hoe mensen wel heel snel gaan reageren. En het is ook zo weg, hè. Tegenwoordig, ik heb zelf ook zo'n ding, kun je gelijk ter plekke als het binnenkomt. Ik heb hier net ook een stuk of 15 mails overweg zitten te werken toen de technische storing was. Dan kun je het gelijk doen en meteen heb je het maar weer gehad, maar het is dan weg. En zeker als mensen even wat boos zijn of ontstemd over iets en niet zoveel controle dan over zichzelf hebben, ja, dan gaan de meest gekke dingen gaan dan ook direct weg. En als tegen is het ook echt weg. En ik denk dat heel veel mensen zich dan niet altijd realiseren. Dat geeft dus ook alweer aan dat je met nieuwe media en met enorme snelheid ermee gebeurt en de impact die het ook kan hebben, en zeker als het zich dan weer gaat vermenigvuldigen, zoals soms dan bij berichten gaan zoals net werd verteld, ja, dat een hele mooie kant heeft, maar dat er ook wel wat schouderkanten aan vastzitten, daar word je ook mee geconfronteerd. Het is denk ik de kunst om daar op een volwassen manier met elkaar mee om te gaan. En ik maak me dan zelf iets minder druk om de volwassenen, maar ik maak me dan met name wel zorgen over kinderen, die zelf niet altijd doorhebben wat die impact is en wat voor gevolgen het kan hebben. Het voorbeeld van Martijn was redelijk extreem in die zin. Helaas komt het vaak voor, maar van het ontkleden voor de webcam. Maar er zijn ook kinderen die een hele zielzaligheid in woorden via internet verspreiden en op sites zetten. Superpapers, weet ik hoe het allemaal heet. En daardoor ook zich heel kwetsbaar opstellen en weer geconfronteerd worden met de reacties. Rondgestuurd wordt naar klasgenoten, weet ik veel wat. En wat een nieuwe vorm van pesten soms kan worden die diep en diep ingrijpt in kinderlevens. En alleen daarom is denk ik ook weer van belang, wat ik eerder ook al zei, dat je probeert daar toch met kinderen over te spreken en ze in ieder geval te wijzen ook op risico's die er zijn, zodat ze ook op een verantwoorde manier, ook voor hun eigen leven, toch gebruik kunnen maken van al dat mooie wat die nieuwe media wel biedt, die wij in onze jeugd helemaal niet hadden. En waar ik nu soms wel jaloers op ben, wat we toen niet hadden. Ja, mag ik een vraag stellen? Jullie praten nu over jeugd die allemaal... Mag ik een vraag stellen in de microfoon, zodat alles wordt voor een MP3-rapport opgenomen, dat iedereen kan terughoren, maar dan hoor ik alles niet. Jullie gaan allemaal de kant uit van de media dit en dat is en de kinderen, zussen die allemaal opgevoed moeten worden. Ik wil wel vragen, hier zitten dus nu de 3 topbloggers van de politieke lobby eigenlijk. Arie die doet het 1 keer per week. Zo'n klein stukje over wat er deze week is gebeurd. Jij hebt 19 posts gedaan in dit jaar. En wat ik nou eigenlijk wil van politici is een idee krijgen hoe het nou eigenlijk werkt. En dat is niet 1 post per 1 of 2 weken. Je hebt deze maand nog niks gedaan, dat is duidelijk vakantie geloof ik. Dat is zelf ook echt nodig. Maar zijn jullie nou echt de meest actieve bloggers? En denken jullie ook, nou jullie spenderen zoveel tijd, je werkt allemaal 60, 70 uur per week om dit allemaal een beetje bij te houden. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, gepassioneerd geïnteresseerd zijn, in de politiek willen wij ook een beetje weten wat er achter de schermen gebeurt. Dat betekent 2, 3, 4 keer per dag iets vertellen over de achtergronden. Niet alleen maar, ik heb kamervragen gesteld, ik heb dit gedaan, ik heb congres op die manier toegesproken. Denken jullie daarover na? Ja.
Het zou een prachtig initiatief zijn, Vincent. Het is helaas, en Martijn heeft het probleem al geschetst, het is helaas volstrekt onmogelijk met de tijdsbeslag en de tijdsindeling en de ondersteuning of het gebrek aan wat wij hebben. Ik zou het graag willen doen. Als je er 10 minuten per dag aan besteedt, zou je het kunnen doen? Nee, het is meer dan 10 minuten. Wat jij omschrijft is meer dan 10 minuten. En je moet je realiseren dat wij zo weinig ondersteuning hebben en opconcurreren tegen ministeries waar duizenden ambtenaren zitten die heel veel materiaal produceren wat wij moeten verwerken, waar wij op moeten reageren, maar dat we tegelijkertijd ook zichtbaar in het land moeten zijn. Jullie willen ons vandaag hier ook zien in een persoonlijke dialoog. Dus in die afweging denk ik dat de manier van interactie zoals jij die omschrijft, dat die hartstikke leuk zou zijn, maar dat gaat in mijn geval in ieder geval niet gebeuren. Vincent, wat je wel moet realiseren is dat zeker bij ons nu geldt dat alles wat wij online plaatsen van wat er achter de schermen gebeurt is nieuws. Het is onmiddellijk nieuws. Ik heb zelf heel erg gemerkt dat op het moment dat je echt op de dag dat je de coalitiebesprekingen begint, word je anders benaderd door journalisten. Wordt alles, echt alles wat je zegt over sfeer, over hoe vergaderingen gaan, over wie welke opmerking maakt, alles is relevant. Dus dat betekent dat je kunt niet zomaar even iets online zetten. Zo werkt het gewoon niet. Ja, dat kun je wel doen, met je accepteert dat daar elke keer weer gedoe over kan ontstaan. En elke keer weer je moet zeggen, ja, maar wacht, het zat toch net even anders. Ik bedoel, echt alles wat we op dit moment zeggen, wordt op een goudschaaltje gewogen. En ik bedoel, ik heb gewoon 4 jaar lang ervaren hoe het was in de oppositie. Ik denk dat voor Arie hetzelfde geldt. Toen ging het heel anders. Dan kon je veel meer permitteren. Op het moment dat je regeert, verandert alles met een minuut. Zelfs een dood konijn werd nieuws, maar net al iets over verteld. Nee, ik ben het wel met Martijn eens dat je kunt niet alles opschrijven. Nee, dat is soms ook de context, maar ik ben daar zelf wel in die zin wat in veranderd. Dat ik toen ik begon, ik doe het dus nu al 6 jaar ongeveer, en ik heb het echt altijd volgehouden. Dat vond ik voor mezelf in die zin al een verdienste. Dat vraagt ook wel enige zelfdiscipline om te doen, maar ik denk wel dat als je dat niet doet, dan ben je ook weg met je netblog. Dan komen mensen niet meer terug. Want ze moeten er wel aan kunnen rekenen dat er toch om de zoveel tijd weer iets nieuws te vinden is. Met mijn tijdschema en mijn manier van werken, en ik ben echt een amateur op dit vlak, ze voelen me ook echt, zeker als ik hier vanmiddag intussen zit, is 1 keer in de week gewoon toch al heel wat. Ik zou zeggen, bladeren nog eens even terug in de afgelopen weken. Dan zul je zien dat er ook wel wat langere beschrijvingen tussen gezeten hebben. En ik probeer dan daar ongeveer een uur, trek ik daarvan uit. Ik heb het ook wel eens een keer genoemd, een stukje therapie voor mezelf, om ook even wat van me af te schrijven. En ik merk wel uit de reacties die ik krijg dat mensen zeggen van, hey, ga toch met andere ogen ernaar kijken. Dat zijn dingen die ik niet weet als ik alleen maar de krant lees of via internet nieuws over de politiek krijg. Dus voor hen heeft het een meerwaarde. En ik wil het ook niet groter maken dan het is. Want het heeft voor mij nooit als doel gehad van ik wil daar kiezers mee gaan trekken of zo. Of ik wil de wereld gaan veranderen via mijn webblog of zo. Nee, ik schrijf gewoon wat op wat ik meemaak, ook op persoonlijke dingen. En heb op die manier wel een band met een aantal mensen opgebouwd die ik anders nooit gekregen heb. En zie je dus als een van de vele instrumenten om in mijn werk dingen uit te dragen en ook dingen terug te krijgen. Want ik krijg wekelijks, ook aan de hand van weblogs, mails binnen van mensen die dan gewoon reageren of dingen je aandragen, zeggen, joh, denk daar eens aan of kijk daar eens naar. En dat vind ik een heel aardige interactie die ik zonder dit medium nooit op die wijze tot stand kunnen brengen. Dus het weblog zeker niet als politiek verkoop draait. Nee, ik ben er ook niet anders mee omgegaan in de campagne bijvoorbeeld. Toen is wel de intensiteit is iets hoger geweest, omdat je ook wel nog veel meer meemaakt in al die weken. Maar toen heb ik dus ook zelf een bewuste keuze gemaakt. Ik zei, ik wil niet dat iemand anders het voor mij gaat schrijven. Dat werd wel vanuit de campagnecommissie, campagneteam werd aangeboden. En ik weet dat sommige mensen daar wel voor bezweken zijn, maar ik heb dat niet gedaan. Het blijft mijn eigen verhaal. En als ik geen tijd vind, dan is het gewoon niet jammer. Volgende keer beter. Maar dit is van mij. En van niemand. Gesprekken die, waarvan ik vind dat ze een zekere mate van vertrouwelijkheid hebben. Ik bedoel, als een buitenlandse ambassadeur bij mij langs komt en zich beklaagt over mijn standpunt of juist dat enthousiast ondersteunt, bedoel, die verwacht niet dat ik dat vervolgens meteen online zet. Want de volgende keer komt hij met me praten en denkt hij, oh ja, wacht even, alles wat ik hier zeg wordt meteen gepubliceerd. Nee, dat maakt dus wel een verschil. Dat moet je ook even vragen, ja. We moeten afronden. Even een korte ronde. Jules, je komt morgen terug in Den Haag. Wat ja, nu vanavond natuurlijk al. Maar wat neem je hier dan direct van mee in 1 of 2 woorden? In
Ik denk dat wat ik eigenlijk uit het begin van de discussie vanmiddag nog het meeste meeneem is dat we nog eens verder na moeten denken over die moeilijke afweging tussen vrijheid van meningsuiting en verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Arie, thuis kom je en dan zeg je dat van, ik heb nu iets gezien wat we even moeten downloaden. Nee, als ik heb net twee dingen genoemd die ik in ieder geval nog meeneem, ook weer geïnspireerd op wat hier gebeurde. En ik denk dat ik weer wat op scherp sta als het gaat om mijn eigen rol. Wordt even af en toe nodig, hè? Dat je een kamer een beetje opbouwt en weer op scherp zet en het woord voor de buitenland of toch een nieuwe media woordvoerder? Dat is een niet te beantwoorden vraag. Dankjewel, jullie krijgen een klein broodje.